Ik zie hier allerlei modellen staan. Ja. Prachtig mooi, maar ook hele oude, met stoom. Ja. Allemaal zelf gebouwd. Op één na. Dat is die Gele Zee. Dat is een restauratieschip. Die is van Messing en die is van 1922. Toen was er nog geen draadloze besturing. Dus die is, ja, wel met gevaren met een stoommachientje erin, er vandoor gegaan. En uitgebrand. En die heb ik een paar jaar geleden gekregen en gerestaureerd. Maar voor de rest zijn de eerste schepen zijn van mijn zoon of van mij. Al die onderdelen, ik zie, is een heel groot schip. Moet u dit zelf maken of zijn er heel hoop te koop? Nou, er is wel wat te koop, maar het meeste maak je zelf. Kijk, zo'n schijnwerpertje koop je. Maar voor de rest die boldertjes, ja, daar ben je dagen mee zoet. En dat moet je allemaal stuk voor stuk maken. Ik heb ze de hele boot in losse onderdelen gemaakt. Heb 10 jaar over gedaan. En het laatste jaar heb ik ze als een bouwdoosje in elkaar gezet. Maar ik heb hem wel helemaal compleet gemaakt. Heb je deze modellen allemaal zelf verbouwd? Ja, meestal wel, ja. Dus. Is ook helemaal van A tot Z? Ja, meestal cabine hebben we dan gekocht en dan wordt die dan overgespoten in mijn kleuren dan. En dan, staat hij er. Zijn jullie hier één club met z'n allen? Ja, we zijn mijn vader en mijn broer en nog een paar meer mensen van de club. Maar over het algemeen zijn we wel familie van. We bouwen wel allemaal thuis dan, maar... Voor de rest is er wel één team, zeg maar. Anders kan dit niet mogelijk gemaakt worden. Ontwerp. Uiteraard heb de Buffel wel als voorbeeld gestaan. Ja, en aan de hand van foto's en de kleine beetje tekeningen waar je aan kon komen, is dit eruit gerold. De schaal 1 en 5. Hij is het grotendeels opgebouwd uit 3 mm plaatstaal. De bovenkap is iets lichter gehouden. Maar bijvoorbeeld de dozenblad wat eraan zit, die weegt compleet, weegt die al ruim 5 kilo. De kraanarm bijvoorbeeld, die weegt op zichzelf al ruim 8 kilo. Dus ja, je zit zo om 140 kilo. Zijn van mij. Deze heb ik dus gemaakt en ontworpen. En er zijn dus bouwplaten van gemaakt. En die kan men dus namaken. Je hebt alleen maar een schaar nodig en wat lijm. En dan, ik denk dat iedereen dat kan. Mag ik je een voorbeeldje laten zien? Hier heb ik bijvoorbeeld een bouwplaat van de glazen koets. Dat is die koets daar zo. Ja. Nou, en dan zit er dus. Oh, okay, yeah. Dit knip je dus uit. En hier binnenin zit een handleiding waar die onderdelen moeten zitten. Tegenwoordig hebben we dus printerpapier en dat is allerlei diktes en allerlei gladheden. Daar kun je prima deze dingen mee maken. Elke leek kan dat. Schaal 1 op 25. Dit schip is 1 op 35. De containerschip? De containerschip, ja. Heb u die zelf gebouwd? Ja, helemaal. Volgens mij niet in één dag, hè? Nee. Dit schip, dat is mijn kindje. Hoe heet dat schip? De Smit Enterprise. Daar ben ik 14 jaar mee bezig. 14 jaar? 14 jaar. Er zit ongeveer 4000 uur in. Je moet ook nog werken.
Dus tussen het werk door in die vrije tijd ongeveer 4000 uur. Alles heb ik zelf gemaakt. Compleet het hele schip van tekening af. Ik heb alleen het materiaalkoopje en de motoren en elektronica. Ik ben timmerman, dus ik gebruik hout en messing. En ja, andere modelbouwers doen het meer met kunststof. Maar ik zeg altijd, ik hou niet van tupperware. Ik hou meer van een natuurproduct en dat is hout. Er zitten 16 motoren in. Een elektromotor maakt natuurlijk weinig geluid. Maar ik heb dus, als je bijvoorbeeld is het geluid. En in het water is het nog minder. Maar een echt schip maakt dus meer geluid. Dan kan ik het dieselgeluid. Dat is gewoon een printplaat en dat is opgenomen op een schip. En dat speel je nu af op een, in een speaker. Er kan rook uit de schoorstenen komen, al die lieren die werken, de verlichting. De verlichting werkt. Dus ja, alles elektronica moet je dus een klein beetje verstand van hebben. Helaas heb ik er niet zoveel verstand van. Ik ben meer een bouwer. Varen doe ik heel zelden. Want ik zeg altijd doelloos rondjes varen, maar in principe, ja, deze kant is varen. Doe ik er een roeiboord achter, met kinderen erin. Ik sleep een groot jacht weg. Oh ja? Ja. Een jacht van 10 meter, daar heb ik geen problemen mee. Wij zijn een landelijke vereniging met ook enkele leden in het buitenland. En wij lanceren in Almere hout. Dat hebben wij een toestemming gekregen van de familie, van de gemeente Almere om daar te lanceren. We doen dat meestal de tweede zaterdag van de maand als het weer toelaat het moet. Dus we bouwen heel veel modellen bouwen zelf, niet van bouwpakketten, maar ook gewoon zelf. Wij gebruiken papier, karton, plastic, geen metalen. Kokers zijn gewoon afvalkokers, materiaal, ondergrond van bijvoorbeeld vleesbakjes, rietjes, papier A4, papiertjes die je gaat rollen om stokjes heen om de juiste diameter te krijgen. Je moet heel inventief zijn, maar dat zijn we ook meestal.